Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Maggie. Maggie heeft heel veel last van overmatige gasvorming in haar darmen. En daardoor heeft Maggie ook heel veel last van een opgeblazen buik en buikpijn. Zodra die overmatige gasvorming plaatsvindt in haar darmen. Maggie vraagt zich af of ze ook invloed heeft op deze overmatige gasvorming in haar darmen, want dan wil ze die invloed graag gaan uitoefenen, want ze wil graag van die opgeblazen buik en die buikpijn af die daarmee samenkomt. Dus dat is de vraag van Maggie. Heb ik invloed op de overmatige gasvorming in mijn darmen, de gasvorming die mijn buik zo regelmatig doet opblazen en die mij buikpijn bezorgt? Dat is de vraag van Maggie. Nou, Maggie, we moeten eerst gaan begrijpen waar overmatige gasvorming in je darmen het gevolg van is. Wanneer je iets eet, laat jij voedingsstoffen in jouw spijsverteringskanaal belanden. En die voedingsstoffen, de macronutriënten, koolhydraten, eiwitten en vetten in jouw voeding, dat zijn verteerbare grote voedingsstofmoleculen, die moeten in jouw spijsverteringskanaal verteerd worden. Dat wil zeggen, enzymatisch gesplitst worden tot kleinere delen. Wanneer dat echter niet goed verloopt, die enzymatische splitsing van grote koolhydraat, eiwit en vetmoleculen in jouw spijsverteringskanaal, dan zullen deze moleculen in een slecht verteerde toestand, dus ongesplitst, niet goed gesplitst tot kleinere delen, in jouw darmen belanden en zullen deze afgebroken worden, gefermenteerd worden door de bacteriën al daar. En die afbraak, bacteriële afbraak, fermentatie van voedingsstoffen in jouw darmen, dat brengt gasvorming teweeg, want die bacteriën in jouw darmen, die vormen gassen. Daar komen gassen bij vrij gedurende die fermentatie, die bacteriële afbraak in je darmen. Met dus ook die opgeblazen buik als gevolg van die gasvorming. En buikpijn door de druk die dan toeneemt op jouw darmwand als gevolg daarvan. Dat betekent dat wanneer je met overmatige gasvorming kampt in jouw darmen, wanneer je daar regelmatig last van hebt, dat de vertering, enzymatische splitsing van jouw voeding in je spijsverteringskanaal niet goed verloopt. En dat dat dus moet verbeteren, wil jij de bacteriële afbraak van voedingsstoffen, slecht verteerde voedingsstoffen in je darmen zoveel mogelijk voorkomen. En dus ook die gasvorming die daaruit voortkomt. Vertering dus, die enzymatische splitsing van grote voedingsstofmoleculen, koolhydraten, eiwitten, vetten in je spijsverteringskanaal. Dat zal niet goed verlopen wanneer de enzymen, spijsverteringsenzymen, in je spijsverteringskanaal niet goed kunnen werken. En wanneer kunnen enzymen niet goed werken? Wanneer de optimale zuurtegraad die enzymen nodig hebben om goed te kunnen werken, ontbreekt. Daar waar die enzymen en die verteerbare voedingsstoffen aanwezig zijn. En die optimale zuurtegraad die zal ontbreken daar in je spijsverteringskanaal, daar waar die enzymen en jouw verteerbare voedingsstoffen aanwezig zijn, wanneer de kliercellen in jouw lijf, dat zijn cellen met een uitscheidende functie, niet goed in staat zijn om als reactie op een wijziging in de zuurtegraad in jouw spijsverteringskanaal
sappen te vormen, spijsverteringssappen te vormen, met dan wel verzurende of wel ontzurende zouten daarin aanwezig, en deze uit te scheiden richting je mondholte, maag en darmen, dus richting je spijsverteringskanaal, met behulp van ionenpompen. Dat zijn enzymen. Dus op het moment dat de kliercellen in jouw lijf niet in staat zijn om als reactie op een wijziging van de zuurtegraad in jouw spijsverteringskanaal spijsverteringssappen te vormen met verzurende dan wel ontzurende zouten erin aanwezig en deze uit te scheiden met behulp van ionenpompen, dat zijn enzymen, dan zal de optimale zuurtegraad die de spijsverteringsenzymen in jouw spijsverteringskanaal nodig hebben om goed te kunnen werken ontbreken. Zal jouw voeding in slecht verteerde toestand in jouw darmen belanden door de bacteriën al daar afgebroken worden met gasvorming tot gevolg. Dus moeten we het gaan hebben over die vorming van spijsverteringssappen met verzurende, ontzurende zouten door kliercellen in je lijf en het uitscheiden daarvan met behulp van die ionenpompen in jouw spijsverteringskanaal. Wanneer dat wel en wanneer dat niet goed zal verlopen, want dat moet dus verbeteren. Wil jij dat de optimale zuurtegraad die de spijsverteringsenzymen in jouw spijsverteringskanaal nodig hebben om goed te kunnen werken, weer zal gaan heersen en jouw voeding beter verteerd wordt, zodat die bacteriën in jouw darmen dat niet allemaal af hoeven breken met die gasvorming tot gevolg. Kliercellen, dat zijn dus cellen met een uitscheidende functie. En de vorming van producten, in dit geval spijsverteringssappen met verzurende, ontzurende zouten erin aanwezig, door kliercellen, in en door kliercellen. En het uitscheiden daarvan met behulp van enzymen genaamd ionenpompen in jouw spijsverteringskanaal, dat is een zogenaamd anabool opbouwend en herstellend stofwisselingsproces. Alle cellen in je lijf, en dus ook de kliercellen in je lijf, kunnen twee soorten processen uitvoeren. Katabolen afbrekende en anabolen opbouwende en herstellende processen. En die kliercellen in jouw lijf moeten dus als reactie op het wijzigen van de zuurtegraad in jouw spijsverteringskanaal, moeten sappen vormen en uitscheiden met behulp van enzymen genaamd ionenpompen. Sappen met verzurende dan wel ontzurende zouten daarin aanwezig. Wil jouw voeding goed verteerd kunnen worden? En dat is een anabool stofwisselingsproces. Alleen die kliercellen in jouw lijf die hebben om een anabool opbouwend en herstellend stofwisselingsproces uit te kunnen voeren, waar dus die vorming van die spijsverteringssap en het uitscheiden daarvan met behulp van die enzymen die ionenpompen ondervalt, volgt een bouwstoffen nodig. Alleen die kliercellen in je lijf die dat moeten gaan uitvoeren, die sappen moeten vormen en uitscheiden, waar dus de vertering van jouw voeding van afhankelijk is, die kunnen niet beschikken over voldoende vocht en bouwstoffen wanneer jouw voeding elke dag opnieuw wat tekorten in vocht en essentiële varianten van bouwstoffen, dat zijn varianten van bouwstoffen die je lichaam niet zo kan vormen, veroorzaakt in je lijf en dus niet bevat. Wanneer jouw voeding dagelijks te weinig vocht en te weinig essentiële varianten van bouwstoffen bevat en dus aanlevert aan jouw lijf. En dus tekorten daarin in jouw lijf, dus ook in die kliercellen in je lijf veroorzaakt, dan is de consequentie daarvan dat elke keer wanneer jij verteerbare voedingsstoffen, koolhydraten, eiwitten en vetten in jouw spijsverteringskanaal laat landen en de zuurtegraad in jouw spijsverteringskanaal wijzigt zodra jij voeding in je spijsverteringskanaal laat belanden, de kliercellen in je lijf niet in staat zullen zijn om die sappen te vormen met verzurende, ontzurende zouten erin aanwezig en deze uit te scheiden met behulp van die enzymen die ionenpompen. En dan zal de optimale zuurtegraad die de spijsverteringsenzymen in jouw spijsverteringskanaal nodig hebben om jouw spijs, jouw voeding, die verteerbare voedingsstoffen te kunnen verteren, ontbreken. Ja, en dan gaan dus die verteerbare voedingsstoffen alsnog slecht verteerd in jouw darmen belanden en opnieuw voor gasvorming zorgen, want dan moet ze door die bacteriën afgebroken worden die dus, waar dus die gasvorming uit voortkomt. Dat
als antwoord op je vraag.